Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Content V. Ik wil er heel ver uit, maar ik weet niet hoe. Nou, er zit hier gewoon een hendel. Ik kan je er gewoon uitlaten. Teletubby, dit is Max. Ja, Max. Je herkent me wel toch? Julian, hallo. Ik ben het, Max. Wauw, wat is er gebeurd? Fred, de robot is ontsnapt. Ja, Fred is ontsnapt. Waar is hij? Ja. Daar gaan we, ik ben er klaar mee, daar gaan we. Oh nee, daar, yes, eindelijk, dag Fred, jij seconde. Gezellig. Oh jongens, nee, Frederik weet het. Nee. Ik ga klaarmaken voor vertrek. Nee, wacht. Fred? Volgens mij zijn we gestrand aan het schip. Mijn evenwichtsorgaan snapt het niet. Nee, die van mij ook niet. Ik moet heel even heroriënteren, maar het schip is gedraaid. En Frederik heeft ons binnengebeamd of zo. We zijn in ieder geval gedokt aan het schip. En ik durf niet te kijken, want ik heb al gezien dat daar nu ineens een heel gat zit in ons schip. En dat we waarschijnlijk daar het grootste ruimtestation in kunnen lopen. Mooi. Ja, heel mooi. Maar Frederik weet dat we er zijn, Fred. Ik durf niet. Ik wil niet. Ook al zijn we hier om hem te stoppen, maar hoe gaan we dat ooit doen? Vragen. Hey Frederik, wil je dat even niet doen? Precies, je snapt het. Oké, juist. Nou, ik ga in ieder geval mijn spullen even veilig wegleggen. Voordat ik gefouilleerd word en alles van me afgenomen wordt. Dus als je zelf verwacht. Ik heb ook gewoon bijna niks anders bij me, hè. Maar zo is het prima. Ik hou mijn brood bij me en mijn lantaartje op mijn hoofd. Ook al heb ik nog maar 5 vies stinkbrood. Want mijn gouden wortels heb ik opgegeten. En jij hebt alleen maar vies robotbrood voor me. Ik heb geen honger. Fred, een klein probleem. Of althans probleem. Er staat daar een kwartaardige versie van jou. Oh nee. Hallo, broeder van een andere moeder. Kun jij mij horen? Volgens mij kan hij mij niet horen. Hoezo kan hij je niet horen? Hij knikt letterlijk ja. Niet waar. Hij knikt. Hij kan niet harder ja knikken dan dat hij niet ja knikt. Elke keer als ik hem aankijk, knikt hij. Zie je? Hij knikt ja! Kijk naar achter! Ik wil niet dat je liegt tegen mij. Dit is niet te geloven. Dag meneer de robot, wij komen voor Frederik. Ja, die is hierboven. Hij kan wel praten, zie je? Hij klinkt gewoon als, precies als jij, maar dan boosaardig. Hij is hierboven, ja, kan je ons naar hem toe leiden? Met plezier. Hij doet het met plezier, Fred, kom mee. Oh nee toch, ik heb er zin in. Nou. Vertel ons waar we heen moeten. Hoe heet je? Meneer, wat zeg je? Robot, hallo, hoe heet je? Wat is jouw naam, je protocolnaam? Project A. Project A? Ja, met een dubbele A. Project A. Ja. Oké, dan leidt ons naar Frederik. Oké, kom mee. Wat is dit ik allemaal? Ik heb geen idee, wat is dit allemaal? Ik snap dit niet. Ik snap er ook niks van, Fred. We zijn bij een soort van. Wat is hier gaande? Nee, wat is dit allemaal? Ja, de deur is kapot. De deur is hier kapot. Frederik wordt boos. Ja. Hoezo wordt Frederik boos dan? Ja, nou, omdat die deur hier kapot is en dan kunnen we die afsluiten. Ja. Ja. Wat is dit, Max? Ik heb geen idee, Fred. Ik weet niet wat het is, Fred. Zo hebben we allemaal. Dat komen we zo al. Kom mee. Ja, sorry. Sorry, meneer. Project A. Project A. We lopen al mee, geen zorgen. Wat loopt deze man raar? Ja, het is toch een robot? Jij bent toch ook een robot? Ja, maar ik loop wel wat soepeler dan hij. Ja, maar jij bent Fred en hij is project A. We gaan erheen. En wat is het allemaal voor... Wat is dit project A? Waar zijn we? Ik snap hier helemaal niks van. Kijk, het is allemaal machines en explosie... Oh, we gaan doorlopen. Nou, loop door. Up. En allemaal explosieven en weet ik veel wat allemaal. Nee, doorlopen. Niet eens dit achter je kijken. Hoezo? Ben jij hier de baas hier, Fred, of zo? Loop door. Wat is het groot hier? Oh, ja, mijn god. Ja, heel groot. Ja, het is heel groot, meneer project A. Frederik heeft dit gebouwd. Oh mijn god, wat is dit? Dit is de lift naar boven. Daar moet jullie zijn. Daar is Frederik hierboven. Ja. Okay, nou, Fred, mooi, dan kunnen we naar boven. Kom, dan laten we naar boven gaan, Fred. Dankjewel, project A. Ga je mee, of? Nee, ik moet hier blijven. Oké, prima. Nou, wij gaan wel naar boven. Ik ben verbannen naar de kelders. Dag. Dag, project A. Oké, Fred, zullen wij naar boven gaan? Lijkt me een goed plan. Ja, dat lijkt mij ook een goed plan. Volgens mij zijn we er, Fred. Dus, ik weet dat er geen liftmuziek hierin zit, maar dat jij die hebt aangezet. Goed, hè?
Fred, we zijn denk ik aangekomen op de verdieping. Alleen ga jij maar eerst. Ja, zij kennen jou misschien. Hallo, nog meer broeders van andere moeders. Hallo, Hallo, heel gezin uit de Nieuwweg. Oh, jeemig. Wat zijn er veel robots hier. Oh. Hallo, allemaal. Oh. Hey, Frederik. Daar is hij. Hallo. Frederik. Hallo, Frederik. Hoe is het met jou? Frederik. Oh mijn god, wat hebben we jou lang niet gezien. Daar ben je. Dit is wat echt heb ik jullie niet gemist, zeg. Wat heb ik jullie niet gemist? Wat ben jij allemaal aan het maken hier? Wat ben jij allemaal aan het doen, hé? Hey? Waarom al die robots hier? Mooie. Nou, mooi. Mooi is... Ja, ik bedoel, de robots zijn mooi, want Fred, jij bent heel mooi. Ik moet het toegeven. Maar waarom... Dankjewel, Max. Jij bent ook mooi. Dankjewel, Fred. Maar Fred... Het enige wat hij nog mist... Het enige is Snor. Is Snor... Die jij hebt vermoord. Nee, ik heb Snor niet vermoord. Snor is vermist geraakt. Daar kon ik ook niks aan doen. Oh, maar wat is dit een of andere... Ah, goed, wel, laten we even te zaken komen. Ja, oké. Okay. Prima, om het te zaken. Kijk, weet je wat het is? Dit heb ik gebouwd. Het is, het is gewoon klaar, weet je. Activeer 3000. Oh, je gaat echt... Ja, ik heb het al meerdere keren gehoord, maar ik geloof het niet. Je gaat echt niet Content Veen opblazen. Waarom zou je Content Veen opblazen? Nou, ben ik er klaar mee. Waarom? Het stinkt. Snor is weg. Ik heb niks meer te verliezen. Ja, dat klopt. Je hebt in principe niks meer te verliezen. Mij heb je al een keer verloren, Frederik. Ik ben jou ook al een keer verloren. Dat vond ik vervelend. Ja. Maar Frederik, zoals maar je ziet... Maar nu ben ik vrij. Fred is vrij. Ik heb hij heeft me overgenomen een tijdje. Maar nu is Fred van mij. Dat was niet van mij. Ja. Fred is van niemand. Hij is, het virus van jou is uit me verwijderd. Ja, ik weet niet hoe je dat hebt gedaan, maar... Ik ook niet, maar hij is in ieder geval groen en blij. Hij houdt van groen. Hij houdt niet meer van rood zoals alle andere boosaardigen. Ik hou heel veel van groen. Ja, we weten dat jij van groen houdt. Ja, lekker. Maar... Oké, we gaan door. Ja? Kom met me mee. Oh mijn god, jongens, even voor jullie zijn. Ik kom met me mee. Die is activeren. Kaboom 3000. Hier is de raket die komt uit Veen opblazen. Kan je daar activeren. Wauw. Laat zien, wat wil je laten zien? Ik hou van groen. Ja, dat is een mooie effect. Mooi, heel mooi. Ik hou ervan. Ja, nou je kop houden, anders ga je zo het ruimtevel in. Ga jij dan met me mee? Wat denk je zelf? Leg uit, Frederik. Wat wil je laten zien? We zien hier Content Veen. Dit is Content Veen, dit. Ja, dat zie je toch? Ja, een soort van. Beetje. Ik kan mijn kasteel niet echt vinden, maar ik snap het principe. Oh, daar. Daar is Content Veen. Oké, duidelijk. Nou ja, mooi hè. Mm-hmm. Dat was een simulatie van een raket. Nee, hallo, dat gaan we niet doen. We gaan niet zo die raket op... Nee, absoluut niet. Daarom ben ik trouwens hier. Ik ben hier op jouw kerkbel. Waarom op mijn kerkbel? Omdat ik daar dus tijdens het schoonmaken, tijdens het eerste klusje, heb ik daar de zender neergeplaatst. Maar deze, dat meen je. Oké. Okay. Dus die piep, die volgt die. Maar ben je toch ook slim eigenlijk, Frederik? Wat nou als ik hier nou gewoon jou helemaal kapot sla? Wat dan? Doe dat toch eens. Eigenlijk 3 maal scheepsrecht en dan ga jij ook bij het ruimtevel. Oké, nee. Oké. Ik doe niks. Ik bedoel, er zijn genoeg robots. Ik word al in de gaten gehouden hier door deze twee prachtige robotjes hier. Maar kan ik iets doen om het tegen te houden? Kan ik iets doen om die raket te stoppen? Nee. Kan ik niet gewoon de knop weghalen daar? Waar is Fred? Nou, dat kun je doen, maar dan plaats ik hem weer terug. Ja, oké, maar waar is Fred? Huh? Weet ik veel, hoe moet ik dat weten? Waar heb je Fred gelaten? Ik ben hier, ik sta bij de knoppen, daar voel ik me fijn. Waar? Oh, daar ben je! Wow, hoe zag ik jou niet? Ik sta net als alle anderen, kijken naar de knop. Wat is het toch eigenlijk, een lelijk stuk stront, hè? Nee, hey. Ik ben geen lelijk stuk stront, ik ben metaal. Hij is metaal, en ik hou van groen. En hij houdt van groen. Oh, ik word er zo moe van. Zo moe van. Goed, ik wil eigenlijk wel dat ik mijn gasten goed verzorg. Ja, denk en, ik. Ik weet het niet. Ik heb niks We hebben hier voor altijd wel een feestje en een eindshow of wat dan ook. Maar vandaag, dat is de allereindshow. Dus ik wil jullie de kamer geven met het allermooiste uitzicht. Ook al zie je niet heel veel meer dan zwart. Maar uitzicht vandaag staat jullie kamer staat precies goed in lijn met de aarde. Oh, nee. En als ik dan die mooie raket daarop afstuur, dan... Dan ontploft de aarde zeker helemaal. Dan kunnen wij dat toch zien vanuit dan heb je de kamer. Dat prachtig gezien. Ja. Wat ben je aan het doen, Fred? Maar... Waar?
Breng me maar naar die kamer. Ik vind het helemaal prima. Ja, waar is dat lelijke maar stuk met al van je? Die moet er ook bij. Ja, ik weet niet waar die is. Maar in ieder geval, ik ga hier niet mee akkoord, Fred. Frederik, sorry. Ik ga hier echt niet mee akkoord. Dat je dat weet, oké? Okay? Ik ga je stoppen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga je stoppen. Fred, waar ben je? Oh, jezus, hallo. Ik was even een blokje om. Kijken naar al het mooie groen. Maar, Fred, we gaan naar de kamer. We gaan Frederik stoppen. Ik weet nog niet hoe, maar we kunnen hier niks doen. Want die stinkrobots van hem, die zijn gemeen. Hij staat ernaast. Weet je dat? Hij kon ons al die tijd horen terwijl je dat zei. Ja, joh, dat weet ik. Maar hij mag ook weten dat ik hem nog ga stoppen. Ik weet alleen nog niet hoe. Nou, Fred, kom mee. Die lift in. Ja. Heel goed, dan stuur ik jullie naar jullie kamer. Project A, zal jullie meenemen. Okay. Dus dat komt helemaal goed. Dan ga ik me ondertussen voorbereiden. Ja, ik kan zeggen prima, maar ik ben helemaal niet mee eens. Ik dacht dat je een goede man was, Frederik, dat je voor het eerst in mijn dorp kwam. Maar ik ben ook een hele goede man. Nee, dat ben je niet, je gaat mijn stad opbouwen. Nog project BNC. BNC? Je moet hierin lopen, Jan, hun twee. Je gaat met hun twee praten. Ik zorg heel goed voor jullie, weet je dat? Ja, ik laat jullie ook nooit alleen. Dat weten jullie toch eigenlijk ook wel. Want zometeen hebben wij natuurlijk die eindshow, maar dan gaan we wel even feestje vieren. Hè? Dus pak jullie zwembroeken, handdoeken. Dan zie ik jullie op verdieping zwembad. Mag ik ook mee? Ik wil al heel lang zwemmen. Nee, Fred, jij kan niet zwemmen. We gaan naar beneden. Kom. Maar zij kunnen toch ook niet zwemmen? Zij zijn hetzelfde als ik. Maar dat is het probleem voor hun, niet voor ons. We gaan naar beneden. A few moments later. Fred, we zijn weer helemaal beneden. En, oh nee, daar heb je project A alweer. Hallo. Hallo, project A. We hebben net met jouw baas gesproken. Hallo, project A. Ik ben Fred. Jij bent Fred, ik weet het, Fred. Maar laten we even luisteren naar wat hij te zeggen, waar we heen moeten. Ik heb geen idee wat de planning nu is. We worden naar een kamer gebracht. We kunnen niet zoveel doen, we zijn een beetje machteloos, Fred. Volgende order, project A, kamer 7. Kamer 7? Worden we naar kamer 7 gebracht? Ja, yep, volg mij. Laten we hem volgen, Fred. Weet jij, wanneer wordt de Kaboom 3000 afgevuurd, project A? Weet je dat? Snel. Wanneer is snel? Heel snel. Daar hebben we niets van. Fred, waar is... Fred! Wat doe je? Bang. Voor wat? Bang. Waarom? Waarom was je bang? Ik schrok, daar kwam een stofzuiger voorbij. Het ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik dacht echt dat we naar een duistere... Wat? Dit is mooi. Ja, dit is echt mooi. Ik dacht dat we naar een duistere cel werden gebracht. Maar het ziet er op zich nog wel heel netjes uit. Dat heeft Frederik goed voor elkaar. Kamer 7, volg. Nou, sorry hoor. Kamer 1, kamer 2... Waar is kamer 7 dan? Ik ben ook aan het zoeken. Kamer 3, kamer... Je moet hem gewoon volgen, dan komen we er wel. Oh, hier aan het einde. Aan het einde, natuurlijk. Dat is altijd zo. Hoezo? Ah, mijn 7 altijd. Ik ga niet eens vragen stellen. Ik ben met twee robots hier. Het is echt onmogelijk om te praten. Kan je wel, Nou, weet je, zoek het uit. Oké. Jullie blijven hier tot wij zeggen dat je eruit mag. Ik blijf hier staan voor pauze. Prima. Fred, laten wij even de kamer inspecteren, oké? We hebben hier een... Oh, een spiegel, oké. Hij heeft gewoon een werkende spiegel gemaakt, dat is lijp. We hebben hier, ja, het is gewoon een badkamertje. Prima. Kapstokken, maar die hoef ik niet te gebruiken. Een tv, maar ja, die werkt waarschijnlijk allemaal niet. Fred, we hebben wel een groot bed, moet ik zeggen zelf. We hebben wel een heel groot bed waar we met z'n tweeën lekker kunnen. Ook al moet jij in de lader. Ik weet niet of dit dan de goede optie is om in een bed te liggen. Maar hij zei dat we goed uitzicht hadden op... Oh, hij meende het. Fred, we hebben echt perfect uitzicht op de aarde. Nee. Oh mijn god, hij gaat het echt opblazen. Hij gaat het echt doen. Wat ben je aan het doen? Ik hou van groen. Oh ja, natuurlijk. Jij houdt van groen. Kijk, ze hebben op mij gelet. We hebben een groene kamer gekregen. Wat mooi. Wat prachtig. En je ziet de aarde vanaf hier. Maar Fred, terwijl we naar beneden liepen, eerst voelde ik me een beetje machteloos. Want Frederik die gaat dus met de Kaboom 3000 die we al gezien hebben dat we hier aankwamen. De aarde opblazen en voornamelijk haar land in komt het veen op mijn kerk. Hé, hoe kom je eraan? Lag in de kast. Oh, en hoe ziet het eruit? Mooi. Mooi, kan je mijn stad zien vanaf hier? Ja. Echt? Nou, ik zie het niet hoor. Ik kan zelf nog 100 keer inzoomen. Oh, natuurlijk, jij bent een robot. Maar goed, Fred. Ik voelde me machteloos terwijl we hierheen gingen. Maar er zijn me een paar dingen opgevallen. Dat we geëscorteerd werden naar boven en weer terug naar beneden. Toen we helemaal door het magazijn liepen met al die robots en al die voertuigen zo. Toen zag ik twee robots die waren aan het praten over explosieven en over een kast die stuk was. Dus ze konden het niet goed opslaan. Had je dat ook gezien? Gezien, maar niet opgeslagen. En... Toen we daarboven waren, bij de Kaboom 3000, bij de lever die hem activeert, weet je, de hendel. Toen zag ik ook een onderhoud trapdoor, waardoor we naar beneden konden waarschijnlijk. En ik weet niet wat daar beneden is, maar onderhoud mogelijk. Oftewel, snap jij... Het zit onder het hout, ik snap het al.
De puzzel valt in elkaar. Ja, ik snap niet hoe jij hout hierbij haalt, maar hij houdt de trap door of zo, bedoel je dat? Jij zegt onderhoud. Ja, ik sorry, mijn fout. Oké, prima, weet je, het was onder de trap door. Zag ik inderdaad, nou, ik kon niet onder de trap door zien, maar ik zag dat er een onderhouds trap door was. En TNT, het is eigenlijk, het klinkt te makkelijk, maar het ding is, we zitten hier vast. Dus we kunnen wel heel leuk het idee hebben. Maar hoe komen we hier weg? Hoe gaan we hier wegkomen? Er staat ten eerste een robot staat ons te bewaken. En we kunnen verder niks doen. Fred heeft een idee. Vertel het idee, Fred. Ja, komt ie dan. Gaat het, Fred? Ben je zo van wat ben je al aan het doen? Fred heeft wat? Gelukt. Fred heeft wat? Geluk. Geluk. Fred heeft geluk. Hoezo? Fred is binnen getreden op de camera's. Oké. Wat kan je kijken? Wat kunnen we zien? Zenden naar tv. Laat even zien wat je wil laten zien, Fred, aan ons. Camera, beeld 1. Eindelijk de dag dat komt het veen weg mag door de raket. Wat een pret. De mislukte robot heet Fred. Verdomme, waarom zijn jullie nou niet waterdicht? Staan jullie daar? Leuk zeg dit. Oh mijn god, Fred, zag je dat? Dat zag er gezellig uit. Ja, natuurlijk zag het er gezellig uit. Ik bedoel, Frederik was de enige die aan het zwemmen was, natuurlijk. Maar deze robot hier buiten is helemaal niet uitgenodigd voor de poolparty. Hij moet helemaal bewaken hier. Ik denk dat we hem wel een beetje kunnen overhalen, is mogelijk. Ik ben ook niet uitgenodigd. Nee, Fred, maar wij gaan samen dat hele boel hier opblazen met de TNT die we gaan vinden. En mijn brood is ook bijna op. Oh. Maar goed, laat ik hem eerst even gaan proberen over te halen. Wacht hoor. Als jij hier wacht, ik roep jou wanneer ik je nodig heb, oké? Oké. Project A. Ja. Wist je dat er een poolparty gaande is boven? Of weet ik veel waar, het kan ook onder zijn. Nee. Er is een zwembadfeestje gaande, ik heb net de tv kon camerabeelden zien. Dat is gewoon een toevoeging van dit prachtige establishment hier. Etablissement, ik weet niet hoe je dat ook weer zegt, maar waarom ben jij niet uitgenodigd? Ik heb orders om te bewaken. Maar ik heb er al een bewaker hier binnen staan, dat weet je toch? Wat? Ja. Wacht, kijk maar. Oké, Fred, ik wil dat je met je rug richting de deur naar me toe loopt, oké? Kom maar. Kijk, deze bewaker is heel vervelend. Ik mag helemaal niks van hem. Ik heb zo goed. Zie je? Oh, niet zo ver. Niet hier, dit. Zie je? Ik heb al een bewaker. Hij is heel vervelend. Hallo, wat doe ik hier dan? Weet ik niet. Geen idee. Jij moest hier staan. Maar deze bewaker die wilde naar buiten gaan, want hij snapte niet waarom hij binnen moest staan. En hij heeft orders gekregen om jouw post te vervangen, zodat jij lekker naar het feestje kon gaan boven. Klopt dat, bewaker? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Zie je, zelfs zijn systeem is helemaal aan het doen, omdat hij gewoon niet op zijn goede plek staat. Order. Verwijderd. Order naar het zwembad. Aflevering zwembad. Postovername. Fred, ik denk dat het gewerkt heeft. Ik denk dat het gewerkt heeft, Fred. Ik denk het ook. Oké, nu is hij weg. Hij denkt dat jij nu de bewaker bent. Hey, Fred, hallo. Ik moest toch de post overnemen? Nee, dat was een val. Dat moest niet echt. Doe de deur eens open. We gaan het hele schip opblazen. Het is klaar. Ik snap het niet. We gaan de Kaboom 3000 saboteren, oké? Ja. Oké, wacht. Hou de deur dicht, want het lijkt alsof we er nog zitten. Fred, kom je met me mee? Maar dan is het hier leeg. Ja, maar dan is het hier leeg. Tuurlijk is het leeg. Je hoeft ook niet meer als nepbewaker te praten. Kom maar met me mee. Ik bedoel, kijk, mooi groen hier op de grond. Ja, daar hou ik van. Kom maar mee. Ik weet ongeveer nog wel waar de... ik dacht even dat er een robot stond. Ik weet ongeveer waar de TNT lag, waar de explosieven lagen. En dan nemen we dat mee naar de onderhoud. En er zijn gewoon geen bewakers, omdat iedereen bij die poolparty is. Wat dom van Frederik. Wat ben je aan het doen? Waar ben je? Wat is het hier mooi? Ja, prachtig, hè? Maar oké, laten we even de explosieven ophalen. Volgens mij was het op dezelfde verdieping hier. Kan je voor me open doen? Thanks. Oké, en dan ongeveer. We moeten nog steeds voorzichtig zijn in verband met weet ik veel wat. Maar ik moet even kijken waar we vandaan kwamen. We liepen recht op de ingang af van dit. Dus dat was deze kant op hier. En dan kwamen we als het goed is. Ja, hier kwamen we terecht. Kijk, ik heb gewoon een goed geheugen, Fred. Hoe jij hebt allemaal te onthouden. Want jij hebt gewoon een letterlijk systeem. Oh, kijk, jij weet al dat we hier naar beneden moeten. Systeemgeheugen. Ja, toen waren we hier inderdaad bij de robot. Waar ga je helemaal heen? Waar gaan we zo snel? Hallo. Het is hierheen. We hebben haast. Oké.
Volgens mij, waar was het nou? Hé, ik dacht dat het hier... Oh, daar! Ik zie het al! Gevonden! Fred! Oké, ik durf er eigenlijk niet in te kijken, maar ze stonden hier met explosieven. Ze zeiden de deur is stuk, ze gaven elkaar een beetje de schild, maar... Oh, thank god, er zit echt heel veel TNT in. Ik ga het allemaal meenemen. Ik ga het allemaal meenemen. Zit er nog meer in? Oh my days. Fred, er zit zoveel in. Ik geef jou de helft, oké? Okay? Dat is goed. Neem jij dit? Ongeveer zo? Of heb jij... Ja, je hebt genoeg nu. Oké, ik heb nu TNT, jij hebt TNT. Nu moeten we alleen nog een manier vinden om het aan te steken. Maar ik denk als we de Kapoen 3000 saboteren met die hendel... Dat gaat sowieso ergens heen met een redstone systeem. Dat kan niet anders. Dus misschien dat we daar iets kunnen saboteren. Maar laten we in ieder geval snel hier weggaan. Voordat de poolparty voorbij is en Frederik ons doorheeft. Dat zou ik wel jammer vinden. A few moments later. Fred, we zijn er volgens mij. En, oh my, dat is Frederik stom, hé. Hij heeft ons letterlijk naar een kamer gebracht. Fred, wat doe je? Ik ben een beetje moe. Ja, ik snap het. Maar we moeten nog heel even doorbikkelen. Nog heel eventjes. Maar hij heeft iedereen weggehaald voor de poolparty. Er is letterlijk niemand meer. We kunnen er zelf als we willen... Dat is extra jammer. Ik wil ook naar de poolparty. Fred, kom terug. We moeten dit ding opblazen. Anders heb je nooit meer groen. Anders is al het groen ooit zal verdwijnen. Als we dit niet doen. Oh. Wat wil je liever, nu zwemmen of nooit meer groen? Groen. Groen, goed zo. Oké, hier links. Dit was het. Ik zag het al. Niet betreden, onderhoud. Oh, oké. Nee. We gaan hem niet activeren. Fred, als je dat doet, zie je nooit meer in je leven groen. Al het groen ter wereld zal verdwijnen als je die activeert. Dat zou zonde zijn. Dat zou zonde zijn niet doen. Kom, we gaan hier kijken wat hier beneden is. Sowieso. Oh my days, wat is dit, hé? Even kijken. Ja, Fred, ik heb het gevonden. Hallo. Dat is mooi. Kom maar weer terug. Je staat niet betreden. Fred, wij mogen het wel betreden. We moeten het betreden. Oké, jongens, voor jullie. Ik denk als ik hier overal TNT plaats. Misschien zelfs alleen aan het begin. Dat het redstone signaal, die gaat hier natuurlijk. Ik weet niet wat dit allemaal is. Maar dit activeert blijkbaar de Kapoen 3000. Maar ik denk als ik hier ergens al TNT plaats. Dat het dan geactiveerd wordt. En dan hoef ik alleen nog maar deze hele ruimte. En weet ik van waar het heen gaat. Vol te bouwen met TNT. En dan ontploft dat gewoon. Ik denk dat dan. Dat kan niet anders dan het hele schip ontploft. Dat kan niet anders. Ik bedoel, er zit zoveel technologie in dat. Hij wordt gewoon geactiveerd als de TNT ook opblaast. Dus Fred, ik denk dat we de eerste mogelijk hier kunnen plaatsen. Even kijken. Oh nee, dan wordt het niet geactiveerd. Hier. Ja, sowieso hier. We moeten echt absoluut niet die lever, die hendel overal, anders gaan we allemaal dood, oké? Zonde. Dat zou zonde zijn. Dus als je nu gewoon een beetje overal en nergens TNT plaatst, doen we alsjeblieft voorzichtig ermee, oké? Okay? Zal ik doen. Ik denk dat als ik dit blijf doen, gewoon hier, dit kan 100% niet fout gaan voor ons. Ik wil zeggen, dit kan alleen maar fout gaan op de goede manier dat het fout gaat voor Frederik. Wat gaat het, Fred? Ik hoor die zuchten. Oh, Fred. Fred, wat was dat? Fred, ik zei, doe voorzichtig. Wat Sorry. Deed je? Wat deed je? Je plaatste hem... Pas op, er staan hier redstone blokken. Pas, die gaat, pas alsjeblieft op dat je niet tegen een redstone blok aanplaatst. Dat deed ik niet expres. Nee, ik snap het, maar ik vertrouw je met de TNT. Oh jongens, ik denk dat ik een grote fout maak door Fred TNT te laten plaatsen. Er staan hier overal redstone dingen. Echt één verkeerde TNT die geplaatst wordt. En alles blaast op terwijl wij hier staan. Kijk, daar staan nog meer redstone blokken. Oh, ik moet zo voorzichtig zijn. Oppassen met die buttons en zo. Oeh, dit is serieus een hele enge taak. Ik hoorde al één TNT opplaatsen, maar ben ik blij dat hij niet andere heeft geactiveerd. Anders waren we echt los. Oké, okay, mijn TNT is op. Is die van jou ook op? Nee. Oké, okay, ik wacht bovenop je, oké? Oké. Jongens, we hebben de hele boel volgebouwd. Dus het is tijd om dit ding zo meteen... Nou, trouwens, we kunnen het niet zelf activeren. Dus ik denk dat we nu gewoon terug naar het schip moeten vluchten. Kijken of we onszelf los kunnen koppelen. Oh, dat kan trouwens niet. Oeh, dat moet je zeker vanaf hier doen. Oh, hoe gaan we dat doen? Jongens... Nu, terwijl je deze video aan het kijken bent, vergeet zeker even niet te liken. We gaan deze video voor 5000 likes, want als we de 5000 likes halen... Wat doen we dan, Fred? Wat? Wat doen we als we de 5000 likes halen? Groene pet op. Dan koop ik een groene pet. Helemaal duidelijk. En reageer eventjes, jongens. Of jullie denken dat dit gaat lukken. Denk je dat het lukt? Laat het dan even weten. Denk je dat het niet lukt? Laat het dan ook even weten. Is het gelukt, Fred? Heeft iemand mij gezien? Niemand heeft je gezien, kom omhoog. Oké, dus het ding nu is, Fred, ik ga even uitleggen wat de situatie is. We hoeven één keer deze hendel over te halen. Gaan we niet doen, want dan blaast letterlijk de hele boel op. Als Frederik hier zo meteen zit en hij denkt dat hij de Kaboom 3000 aanzet, dan blaast dus alles op. Maar wij moeten van het schip af zijn. En ik denk dat het alleen via hier kunnen wij ons ruimteschip ontkoppelen aan dit grote station. Of van dit grote station. Dus we kunnen niet daarheen gaan nu en het schip ontkoppelen en weggaan. Dus daar hebben we wel een probleempje bij. Ik weet niet hoe we dat willen doen. Hoe wij nu hier weggaan. Simpel. Nou? Ik koppel je los. Ja, en jij dan? Ik ben Fred. Jij bent Fred, dat snap... Oh mijn god, nee. Oh nee. Oh nee, Fred. Oh jee.
Frederik! Hallo! Frederik! Wat is er? Stop! Wat, hallo, rustig, rustig! We zijn vrijgelaten door je robot. We mochten rondlijnen krijgen. Maar hij is verdwenen. Is dat zo? Dat is zo, toch Fred? Dat klopt. En ik ben Fred. En hij is Fred. Ja, en ik ben de kerstman. Ho, ho, ho. Oh, 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 rustig! Hallo! Rustig! Oké, okay, alsjeblieft. Nou, ja? Heel snel uit mijn ogen verdwijnen. Maar wacht even, Frederik. Wacht even. Ik heb een voorstel. Jij laat mij gewoon naar huis gaan. En ik mag sterven op Content Veen. Ik mag ontploffen daar, oké? Okay? Ik wil niet hier blijven en kijken hoe de aarde wordt ontploft zonder dat ik er ben. Ik snap het al. Jij wilt je konijn meenemen. Mijn konijn? Oh, je hebt geen konijn. Wat? Ik snap het niet. Ik ook niet. Nee. Gaan we niet doen. Hoezo? Nee, oh, gaan we niet doen. Stop, 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 stop. Ik heb 2 hartjes. Niet doen. Alsjeblieft. Ik smeek het je. Fred, doe iets. Doe iets, Fred. Hallo, Frederik. Ik ben Fred. Fred. En ik hou van groen. Rennen. Ik blijf staan. Fred, doe iets. Frederik, ik sluit me aan bij jou. Ik ben boos. Ik ben boos. Boos. Fred. Boos. Ik zie je bij het schip. Boos. Ik zie je bij het schip. Ik ben boos. Kijk naar mij, Fred. Oh mijn god, jongens. Fred is nog boven met Frederik. Hij heeft serieus... Frederik is af en toe ook zo'n simpele man. Maar oh, ik kan ook niet meer rennen. Ik heb honger. Ik heb niks. Ik heb geen spullen. Ik heb alleen nog maar lantaarns op mijn hoofd. Oh my days, jongens. Ik ga snel naar de raket. Ik hoop dat Fred op zijn minst nog naar de raket toe kan komen. Dan kunnen we samen terug naar huis. Ik ga hem echt niet achterlaten hier. Dat is niet mijn bedoeling. Oké, okay, ik zit in ieder geval hier. Oh my days, jongens. Ik ben zo benieuwd wat daar boven nu gebeurt. Niet boos zijn, alsjeblieft. Niet boos zijn, niet boos zijn. Ik heb niks fout gedaan. Niks fout gedaan. Je hebt wel wat fout gedaan, ja. Oké, dit ga ik loslaten. Ik ga gewoon door. Maar Frederik, weet je wat het allermooiste is? Nou? Dit. En dit. Wat heb je gedaan? Max is nu weer naar aarde, naar Content Veen, om vredig verder te leven. Zo, dat kan niemand meer doen. Dat hoeft ook niet meer, want hij is al weg, sukkel. Nou, zo vredig gaat hij niet leven, want ik ga zo meteen die hendel overhalen. En dan leeft hij alsnog niet vredig. Maakt niet uit wat je hebt gedaan, je hebt het sowieso verpest. Je hebt maar gerotten in de ruimte. Je gaat er ook aan, ook al ben je een stuk schroot. Dan, jij gaat eraan. Wegwezen. Wegwezen. Nee, doe het niet. Ik ga weg. Dag. Doei. Even kijken. Hier zo. Hup. Zo. Met deze ben je toch alleen. Oké, iedereen er klaar voor? Ik ook. Daar gaat hij. De kaboom 3000. Staat de GPS goed? Ja, de GPS staat goed. Oké, jongens, daar gaan we. Zo, ik moet blijven drukken. En dan lanceren in 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het einde van Content 2, jongens. En... boom! Zo, ja, dat hoort erbij, denk ik. Dat hoort erbij. Maar het zou nu wel op moeten houden. Dat zal ook... Oh, nee, even kijken. Oké, ik ga rennen. Jongens, dames en heren, daar zijn we weer. En we zijn, zoals je kan zien, terug in Content Veen. Ik ben in de kerk. Dit omdat ik eigenlijk even door de hele gebeurtenis die er gebeurd is nu... wat fijn om eigenlijk weer terug te zijn. Wil ik de begraafplaats binnenkort afmaken, jongens. Want sinds ik terug ben, heb ik Fred niet meer gezien of gesproken. De laatste keer dat ik hem gezien heb, was op het ruimtestation... die uiteindelijk helemaal op is geblazen. Dus ik ben bang dat Fred... samen met Frederik daar helemaal tot moes is tot 100 miljoen stukjes is kapot gemaakt. Helemaal is opgeblazen en nu door de ruimte zweeft als een Fred dat hij is. Ik weet dat hij van groen hield, dus ik wil voor hem een mooi groen graf maken. Gaan we niet deze aflevering doen natuurlijk nog. Maar ik ben in ieder geval heel blij om gewoon weer lekker terug te zijn. Fred had mij gelukkig nog ontkoppeld. Dus hij heeft zichzelf eigenlijk een beetje opgeofferd, denk ik. Ik denk dat het een beetje het verhaal is. Ze reageren even allemaal. We houden van je, Fred, in de reacties. Zeker als je tot dit punt bij de video bent gekomen, reageer dan even dat je van Fred hield. En ja, ik denk dat het wel het einde van Fred is, helaas. Hoe lullig het ook klinkt. Maar waar zijn mijn spullen? Dat vraag ik nog steeds af. Ik heb alleen mijn Rimiragen gewoon nog steeds. Ik heb inmiddels gewoon weer mijn nieuwe carrots bij elkaar kunnen rapen. Ik heb zelfs nog... Oh,
Oh, die zit in mijn ender chest. Oh my days. Het zat gewoon in mijn ender chest. Wat ben ik ook echt een domme aap af en toe, hè, jongens. Hier, laten we zelfs de golden carrots even helemaal vervangen. Zo. René had het natuurlijk voor me gerepareerd. Heb ik daar wel voor betaald? Volgens mij heb ik er helemaal niet voor betaald. Voor de carrots. Voor de carrots, zeg ik nou. Ja, factuur Max. Die Fred, toen hij mijn lichaam had overgenomen, heeft gewoon de spullen gepakt en waarschijnlijk nooit betaald. Hier is de factuur. 5 tools kosten 18 dia. Bla 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 bla. In totaal 18 diamonds. Dat gaan we gewoon even betalen, René. Sorry dat het zo lang heeft geduurd, maar mijn lichaam was overgenomen door Fred. Dus laten we jou gewoon betalen hier. En omdat het wat langer duurde, wil ik er ook gewoon 20 voor betalen. Zo, in plaats van 18. Krijg je een fooitje van me. Hoppakee. Zo, we zijn terug, jongens, in Content Veen. Wat heerlijk om gewoon weer rond te vliegen en gewoon normaal te kunnen leven in plaats van het ruimtestation. Volgende aflevering wil ik dus of beginnen met een graf voor Fred, of ik wil de muur hier afmaken en de bomen weghalen in een leuke timelapse. Gewoon weer lekker survive in ieder geval. Daar komt het op neer. Oh, daar heb ik gewoon weer zin in, jongens. Af en toe een verhaaltje zoals dit bij Content Veen vind ik gewoon leuk om te maken, jongens. Maar dat haalt niet weg dat we gewoon nog steeds moeten survivalen. We moeten nog steeds overleven zoals een echte Minecrafter, hè. Het is nog steeds Minecraft dat we spelen, dus de progressie blijft eraan komen. Volgende aflevering denk ik dat ik dan echt begin met de bomen weghalen. Dat is een hele goeie. Gewoon een leuke timelapse met die bomen die weggaan. Maar voor nu ga ik de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Heel wat anders dan normaal. Wie weet heeft Fred het overleefd? Ik weet het niet. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar het kan altijd. Hij was een robot. En dan nu... Kijk lekker het vorige Content Veen deel. Hierin gingen wij naar de raket toe. Weet ik wat, mijn camera is nu een beetje wazig, zie ik. Hallo, niet wazig worden. Maar goed, je moet die video kijken die hier net stond. En dan nu spreek ik later, laat je wat, telt een 4 flesje bier. Tot de volgende keer, yeah!